Zo, dat is lang geleden. Holy shit, ouwe, dat ik hier weer heb gezeten, ouwe. Way, yo. Yo, de mensen, super dat jullie kijken deze gloednieuwe video op mijn kanaal, Games for Jongens. En vandaag heb ik een video en jullie zullen waarschijnlijk geschokt zijn om de titel, wat dan ook. Ik heb geen idee wat er precies zal staan. Maar ik ga iets uitleggen en ik ga totaal niks opblazen, want het is... Ik ga het gewoon normaal vertellen, ik probeer hier geen aandacht mee te krijgen. Het is gewoon... Ik voelde me gewoon verplicht om deze video te maken voor jullie. Op de background heb ik even een gameplay natuurlijk staan voor de mensen die natuurlijk niet de hele tijd mijn saaie kop willen zien. Dus een super chill, spannend solo potje op de background. Ik speel op mijn tweede account. Ik leg zo meteen wel uit waarom. Dan gaan jullie begrijpen. Dat, ja, maar het heeft... Oké. Laten we maar gewoon gelijk beginnen. Ik doe natuurlijk YouTube voor de fun. En dat doe ik nog steeds. Ik vind YouTube gewoon super leuk. Ik doe het al 4 jaar. Natuurlijk 4 jaar geleden was ik niet zo groot als nu. En ik heb nu gewoon een publiek. En ik hou van mijn publiek. Mijn publiek is echt perfect. Ik vind het super chill. Dus deze video is ook totaal niet gericht naar jullie. Van dat dit door jullie komt. Of jullie support. Want jullie support is insane. Jullie vinden nog steeds mijn video's leuk om te kijken. En ik zie ook zoveel comments van Dylan. Waar blijf je? Waar blijven de video's? En het is december, het was allemaal gewoon heel fucked up. Ik zal even dingetjes uitleggen. Ik doe YouTube natuurlijk vaak. Ik probeer zo vaak mogelijk te uploaden. Ik heb natuurlijk ook vorige maand dagelijks geüpload. En dingen zeg maar, ik moet nog naar school. Nou, dat moet elke jongen van 17. Ik ben nog 17 trouwens, voor de mensen die het afvragen. Dus dat is normaal, zou je denken. Maar YouTube is dus dagelijks een ding. En dat is best wel stressvol. Dat is op zich al stressvol. Voor de YouTubers natuurlijk onder ons. Die dagelijks uploaden. Respect voor jullie. Maar jullie weten dat het soms heel zwaar kan zijn. Of course. Daarnaast heb je natuurlijk ook een privéleven. Of course. Dat heeft iedereen. Wij zijn ook mensen, YouTubers. Hè? We zijn niet opeens een buitenaards iemand die opeens alles achter zich kan laten. En alleen maar kan focussen op YouTube. Maar een jongen van 17 zoals ik heeft gewoon ook privé dingen natuurlijk. Daarnaast moet ik dus naar school. Ik moet puur naar school 3 maandjes nog, totdat ik 18 ben. Om daarna een tussenjaar te kunnen nemen, zodat ik vol kan focussen op YouTube. Dus nu zit ik letterlijk op school, niks te doen. Ik ga niks halen qua diploma, wat dan ook. Want ik weet dat ik toch op mijn 18e een tussenjaar ga nemen. Wacht voor de mensen die allemaal schrikken. Een tussenjaar, dat betekent niet dat ik volledig stop met school. Want dat wil ik zelf zeker niet doen. Ik wil later echt misschien iets van psychologie gaan doen. Best wel een gekke studie en een zware studie en dat weet ik ook. Maar ik wil gewoon een jaartje fulltime kunnen richten op YouTube. Zodat ik gewoon mijn ding kan doen, mezelf kan zijn. Geen stress heb voor andere dingen. Dat ik gewoon daar mijn focus op kan leggen. Wat op dit moment nu niet het geval is. Dingetje wat dus de laatste maand is afgespeeld natuurlijk. Het is december, een super chille maand om te uploaden natuurlijk. Het liefste zou ik ook met alle liefde gewoon zoveel mogelijk uploaden. Alleen sinds een weekje geleden, ik heb een week dus niet geüpload. Zag ik het gewoon even niet meer zitten. En ik ben geen depressief kind. Ik ben niet iemand die alles opgeeft. Zeker niet. Maar een persoon heeft natuurlijk ook blijheid nodig. En ik was gewoon niet blij hoe het ging. En zeker niet door jullie. Dat bedoel ik echt serieus. Niks is door jullie. Zeker niet. Jullie zijn de best. Geloof mij. Dus sowieso echt dik SO naar iedereen. Want I love you man. Echt. De support is ziek. Maar omdat hij... Ja, het was heel veel van me. Kijk, ik sport natuurlijk ook om de dag. Ik probeer fysiek gewoon mezelf blijer te maken. Want ja, ik ben vroeger best wel bol geweest. En dat motiveert mij gewoon. Sport is gewoon echt een ding wat ook best intensief is. Om de dag en dan ook lang en goed. En het kost ook veel energie. Dus ik heb YouTube en sporten wat mijn main goals zijn. Op zich klinkt heel raar in mijn leven. Je snapt het wel. Het klinkt misschien een beetje weinig. Maar de main dingen waar ik echt op gefocust ben... dat kan je prima combineren, zeker. Gewoon om de dag sporten, om de dag YouTube. En dat kan je dan gewoon goed combineren. Dat is zeker waar. Het is zeg maar een ding. Door school, door dingen in leven. Je gaat natuurlijk, je hebt ook een privéleven. Je moet ook met vrienden omgaan. Dat moet gewoon allemaal kunnen. Maar ik was zo in de war van, ik ben op dit moment gewoon niet blij. Ik was gewoon ongelukkig hoe het ging. Ik was niet tevreden over mijn kanaal. Qua video's zeker. Maar qua... ik kon niet mijn volledig enthousiasme en mijn zelf kwijt in video's. Ik voelde gewoon een soort van last op mijn rug elke keer als ik moest opnemen. Puur omdat het niet ging, zeg maar. School, mijn sporten, alles was gewoon even te veel. Ik was gewoon overbelast. Ik was gewoon even, I don't know, de draad kwijt van... Ik was heel erg aan het denken van, ja, wat heeft het nog voor zin, weet je wel. Ik weet niet, het was gewoon een heel apart gevoel en ik was gewoon niet gelukkig, laten we daarbij. Ik zat gewoon in een dip en die dip was wel heftig. Het was gewoon meer van,
I don't know. Ik deed gewoon, je bent natuurlijk 17. Nou, voor de mensen die ook 17 zijn, natuurlijk ga je wel eens een keer de stad in of ga je met vrienden weg. En dat deed ik iets te vaak, omdat ik gewoon niet blij werd. En daarvan werd ik wel even blij en was ik afgeleid en kon ik gewoon mijn ding doen. Dus ik deed dat best wel vaak natuurlijk en was ook gewoon chill. Maar ik merkte gewoon, YouTube was niet meer echt een plekje. Het had geen plekje meer in mijn routine van mijn dagelijks leven, zeg maar. Wat wel zo hoort, in ieder geval als je YouTuber bent. En zeker als het ook je werk is. Ik was gewoon niet blij met mezelf, hoe het ging. Ik was niet depressief, maar wel een soort die richting op of zo. I don't know hoe ik het echt goed kan zeggen. Ik was gewoon doodongelukkig hoe het ging, man. Ik was gewoon even klaar met alles. En het leek mij gewoon even het beste om een weekje minimaal even een pauzetje te nemen. Dan natuurlijk in die week is ook kerst geweest. Dus deze video neem ik ook na kerst op. Het is letterlijk nu de dag na kerst. Ik had gewoon even afleiding nodig. Even YouTube, even gewoon op een pauzeknop gezet, zeg maar. Om even aan mezelf te werken van, waar sta je nou? Wat wil je nou? En even tot rust komen in mijn mind. Want deze brein, je hebt maar één brein en die moet je gewoon chill. Die moet je gewoon op een chill modus hebben. Want ik heb geen zin om video's te maken waar ik gewoon niet achter sta. Ik wil gewoon altijd positief zijn. Daarom vind ik het ook kut om deze video te maken. Ik ben niet zo. Ik wil gewoon altijd positief naar jullie zijn. Jullie amuseren met content. En ik vond dat echt leuk. Ik heb zo hard gelachen om alles wat we hebben meegemaakt, wat we doen. Ik vind het super leuk om te doen, maar ik was gewoon even klaar met alles hoe het ging. Omdat ik me soort van opgesloten voel. Omdat ik YouTube niet kan doen zoals ik het wil doen, snap je? Dus ik ben zeg maar een soort van opgesloten. En dan kan je natuurlijk zeggen van, Dylan bro, er zijn zat YouTubers die het combineren met school. Of course, yo. Maar ieder mens is anders. En als jij gewoon totaal nul motivatie hebt voor school. Je hebt een vaste baan wat je ook gewoon moet onderhouden en dagelijks moet onderhouden. En je gaat dan dingen doen waar je gewoon echt geen zak aan hebt. Dan word je zo. Je gaat er echt denken van, ja, wat heeft het nut nog, weet je wel. Het klinkt heel zwakjes. En ja, van ja, YouTube, dan moet je dat toch gewoon juist. Ja, maar man, het is zoveel van mij. Ik kan gewoon dat niet aan op een of andere manier. Ik werd gewoon niet blij. Ik was vaak van huis. Ik deed andere dingen. Ik deed nog wel sporten trouwens. Ik ging gewoon wel sporten, want dat was echt een goede uitlaatklep voor. Maar ik heb gewoon nu een besefmoment gehad en ik denk van, ik kan hier wel even drama gaan zaaien en de hele tijd niks gaan doen. Maar daar schieten we niks mee op toch, jongens. Daar schieten we niks mee op en ik weet dat jullie het mee eens zijn. Dus bij deze wil ik gewoon even duidelijk hebben gezegd tegen jullie dat ik niet ga stoppen. Niet ga stoppen met YouTube, zeker niet. We gaan gewoon weer die fucking draad oppakken. Ik heb gewoon even weer. Ik heb gewoon die rust zeker nodig gehad. Kerst was chill. Het was gewoon even met familie. Even met goede mensen om je heen. Ik heb even weer positieve vibes gehad. En ik weet gewoon, Dylan, dat je het gewoon kan, weet je. Het is nu even fucked up dat ik 3 maanden nog naar school moet. Maar ik fix daar wel wat op. Maar ik wil gewoon doorgaan met mijn kanaal. Ik vind het leukste wat er is op aarde om nu te doen. En waarom zou ik ermee stoppen? Waarom zou ik dat doen? Dus sowieso dik SO voor alle lieve berichtjes op Insta. En ook de mensen die ik in real life heb gemiet. Want ik kom echt vaak kijkers tegen. Dik SO naar jullie, want jullie motiveren mij serieus echt om gewoon door dit soort domme dingetjes, wat gewoon fucked up is in mijn mind, gewoon door te gaan. Jullie supporten, jullie zijn altijd happy, weet je. We kunnen door jullie, jullie helpen mij en ik help jullie weer met content, hoop ik dat het leuk is. In ieder geval, de meeste van jullie vinden het wel leuk. Dus zo helpen we elkaar en ik heb echt, jullie zijn echt een goede steun voor mij. Dus ik wil dit zeker niet gewoon achter me laten. Dat is dom, dat is gewoon, ik ben gewoon weer gefocust. Het was wel kut dat het tijdens de decembermaand viel. Want ja, je had veel dingen kunnen doen met kerst natuurlijk. Dat vind ik fucked up. Maar ik weet gewoon dat ik dat weekje even gewoon die rust nodig had. Want ik was even gewoon niet blij. Ik was gewoon even, mijn mindset was gewoon uit. Gewoon. Het was gewoon, ik was niet eens Dylan meer. Ik was gewoon iemand anders die gewoon maar wat deed, weet je wel. En ik ben niet zo. Ik heb altijd doelen. En dat wil ik doen, maar wel op een positieve manier. En ik wist gewoon dat ik even rust nodig had. Het spijt me zeer dat het zo is gaan lopen. Maar ik hoop dat jullie het toch even begrijpen. Want ja, anders, je kan het ook niet begrijpen. Ja, dat ligt aan jou. Ik heb in ieder geval mijn woordje gedaan. En ik hoop dat jullie het dus begrijpen. En we gaan gewoon weer de grind doen. En trouwens, volgens mij zei ik het in het begin. Waarom ik op een tweede account speel is natuurlijk omdat ik amper Fortnite heb gedaan de laatste week. Ik was gewoon even klaar. Ik heb amper in mijn kamer iets gedaan van gamen. Gewoon
niks gedaan en series en dead. Het was gewoon echt een andere mij, zeg maar. Je zit natuurlijk op skill-based matchmaking, dus dat houdt in dat je tegen dezelfde soort van goedheid qua spelers komt als jij op dat account. Nou, op mijn main account speelde ik vroeger heel veel, of een week geleden, en daar ben je dus redelijk goed op. Maar ja, mijn skillniveau was gewoon niet meer op mijn account. Dus ik kon geen winst meer halen. En dat klinkt misschien heel noob. Maar ja, ik moet het gewoon weer opbouwen, jongens. Hé, ik heb gewoon amper Fortnite gedaan. En daarom is dus dit tweede account. Kan ik even iets meer niveau opbouwen. En uiteindelijk als ik weer gewoon netjes op een niveau ben, kan ik weer terug naar mijn eigen account sowieso. Dus boys, ik hoop dat jullie het begrijpen. Als je sowieso nog een vraag hebt of wat dan ook, laat het zeker achter in de reacties. Ik ga alles lezen. Want ja, ik op deze video's krijg ik natuurlijk best wel veel reactie van, yo, wat, hè? Ja, weet je wel. Dus dat zou ik sowieso even ik zag alle reacties lezen. Sowieso thanks voor alle support, jongens. Jullie zijn insane. Het ligt ook totaal niet aan jullie. Het was gewoon even dat ik mezelf gewoon heel erg in de weg zat. En gewoon, I don't know. Het was gewoon een week gewoon even done. Het was gewoon even klaar. Ik wist gewoon niet meer wat ik moest doen. En ik ben uit die put gekropen, jongens. En ja, dus daar wil ik even zeggen. Hopelijk begrijpen jullie alles. En is het een beetje duidelijk? Anders inderdaad, die vraag is even in de beschrijving, reacties gooien. En ja, jongens, ik zou zeggen, ik hoop dat jullie allemaal een fijne kerst hebben gehad. Ik heb dat helaas niet kunnen delen via video's natuurlijk. Super kut. Ik vrat mezelf op van, ja, het heeft gewoon een kut timing gehad. Laten we het daarop houden. In ieder geval, het is nu 27 december dat ik het opneem. De video komt waarschijnlijk morgen online. Dus 28 december. Dus nog fucking 3 dagen en dan is het gewoon alweer, dan is het gewoon alweer nieuwjaar. Wow, de tijd gaat echt snel. Dus de video's komen nog zeker dit jaar een paar online. Want ja, we kunnen niet heel lang meer. Dus sowieso blijf natuurlijk lekker op mijn kanaal. Dat zou super dope zijn. Thanks voor alle support. Vergeet niet zeker deze video te liken en te abonneren. Dat zou super dope zijn natuurlijk. Om natuurlijk op de hoogte te blijven van mijn gloednieuwe video's. En jongens, we gaan knallen het fucking nieuwe jaar in. We zijn weer back, jongens. Hopelijk hebben jullie er zin in. En dan zeg ik tot de volgende video. Later, mensen. Bye, bye.